Het afweersysteem van mensen kun je grofweg indelen in drie verschillende soorten. En bij die drie verschillende soorten zijn enorm veel verschillende cellen betrokken. En om goed vragen te kunnen beantwoorden, of toetsen te kunnen maken, is het dus heel handig als je in die weerwar van al die cellen de juiste informatie kunt vinden. En daar gebruik je je BINAS voor. En ik ga je in dit filmpje uitleggen, want je kunt zien dat het best wel een ingewikkeld schema is. Ik ga je in dit filmpje uitleggen hoe je dit schema het beste kunt gebruiken. Want in principe staat alle informatie die je nodig hebt, die staat er gewoon in. We beginnen rechtsbovenin bij de A-specifieke opruiming. En er zijn al een flink aantal verschillende witte bloedcellen betrokken, zoals je kunt zien in de rode cirkel. Degenen die er niet bij staan, dat zijn de natural killer cellen. Dat zijn ook witte bloedcellen die in staat zijn om infecties tegen te gaan. En granulocyten, dat zijn ook witte bloedcellen, die kunnen bijvoorbeeld gifstofjes maken die we zo ook nog tegenkomen, cytokine, die er ook voor kunnen zorgen dat een infectie bestreden wordt. Maar we richten ons eventjes op de macrofagen. De macrofagen zijn in principe degenen die ervoor zorgen dat ook andere afweersystemen aan het werk gaan. Oké, wat gebeurt er? Als allereerste gaan we eventjes uit van de situatie waarin er een virus je lichaam binnendringt. Dat zie je hier. En op zo'n virus zitten antigenen. En antigenen zijn stoffen die jouw lichaam niet herkent. En dat is dan ook het signaal voor de macrofagen om in actie te komen. Die macrofagen die worden ook wel antigeen-presenterende cellen genoemd. En dat betekent eigenlijk het volgende. Dat kun je heel mooi zien in het volgende plaatje. Zo'n macrofaag die gaat door middel van fagocytose, eet hij als het ware zo'n binnengedrongen virus op. En vervolgens haalt hij de antigenen, dat zijn die rode driehoekjes, die haalt hij van het virus af en die zet hij aan de buitenkant van zijn eigen cel, presenteert hij die. En dat doet hij op MHC2-receptoren. Dat zie je hier. Op dat moment is zo'n macrofaag, zo'n antigeen-presenterende cel, die is in staat om zichzelf te koppelen aan een T-helpercel. En een T-helpercel, die zie je hier, dat is eigenlijk de eerste stap van de cellulaire afweer. Nou, er gaan een aantal belangrijke dingen gebeuren. We gaan eerst eventjes naar rechts in de afbeelding. Daar zie je een pre-TC-cel. En dat is eigenlijk een inactieve cytotoxische T-cel. Waar is die voor? Nou, dat virus dat heeft natuurlijk ook niet stilgezeten. En die is, zoals je hier ook kunt zien, je lichaamcellen gaan infecteren. Nou, dat doet hij natuurlijk omdat het virus op dat moment zichzelf kan gaan vermenigvuldigen. Daar gebruikt hij jouw lichaamcellen voor. Onze lichaamcellen die kunnen ook de antigenen van een virus presenteren aan de buitenkant. Dan worden het dus ook antigeen-presenterende cellen. En dat doen lichaamcellen met MHC1-receptoren. Dat maakt het mogelijk voor die pre-TC-cellen om zich daaraan te koppelen, wat je hier ziet gebeuren. En die TC-cellen die kunnen dan vervolgens zichzelf gaan klonen, waardoor er veel meer bij komen, waardoor ze rijp worden en zich inderdaad als TC-cel gaan gedragen, dus als cytotoxische T-cel. De functie van zo'n TC-cel is het maken van cytokine. En die cytokine, dat zijn stofjes die ervoor zorgen eigenlijk dat de cel, de geïnfecteerde lichaamcel, dat die doodgaat. Zodat die niet voor verdere verspreiding van het virus kan zorgen. Dan gaan we weer even terug naar dit plaatje. Die T-helpercel, die zorgt ook voor het activeren van de humorale afweer. En dat gaat als volgt. Dan moet je eventjes goed kijken, want die pijl die zit op de bladzijdenschijn van je BINAS. Maar je ziet hier een pijl omhoog lopen richting de kant, de linker bladzijde, dat is de humorale afweer. Hij kan zich namelijk ook koppelen aan B-cellen. En B-cellen, die zijn onderdeel van de humorale activiteit. En gaan we eventjes naar deze kant toe. Gaat eigenlijk precies hetzelfde. Je ziet hier weer ons virus.
En het virus dat koppelt in dit geval aan inactieve B-cellen. En die kunnen ook, net zoals we net al hebben gezien, die antigenen van het virus presenteren. En die zijn daar ook mee weer antigeen-presenterende cellen geworden. Dat zorgt voor die koppeling. En dat zorgt vervolgens voor de activering van B-cellen. Nou, het allerbelangrijkste van de humorale afweer is het heel snel vermenigvuldigen van die B-cellen in de vorm van plasmacellen. En die plasmacellen die maken vervolgens razendsnel antistoffen. En die antistoffen, die zie je hier, die kunnen op allerlei plekken in je lichaam komen. Bijvoorbeeld in je lymfe, andere vochtige plekken. Laten we zeggen, je bent verkouden en er zit een virus in je neuslijmvlies. Nou, die antistoffen zorgen voor de opruiming daarvan. Nou, is het natuurlijk uitermate handig op het moment dat jouw lichaam onthoudt bij een volgende infectie met hetzelfde type virus, hoe die heel snel kan reageren. Dat is de reden waarom we B-geheugencellen hebben. Die kunnen bij een volgende infectie veel eerder, maar ook veel sneller antistoffen maken. Maar we hebben dus ook TC-geheugencellen. En ook die onthouden dus als het ware de functie bij een infectie. Even samenvattend. In het rood zie je hier de A-specifieke afweer. Die zorgt voor activatie van de cellulaire afweer. En vervolgens de T-cellen van de cellulaire afweer zorgen dan ook weer voor een activatie van de humorale afweer waar de B-cellen bij betrokken zijn. Nou is het natuurlijk een heel verhaal met heel veel verschillende cellen. Dus ik zou dit gewoon een aantal keer oefenen. Wat ook heel handig is, is dat er hier onderin staat er nog een legenda. Dus die kun je gebruiken om te kijken ja, wat alle begrippen betekenen. Succes bij het oplossen van de vragen over de afweer.